Hallo! Lukt het VKS talententeam om het talent van 2011 te vinden? Zo dadelijk gaan wij op zoek naar het antwoord op die vraag. En drie keer raden wie er ook de show steelt op de catwalk. De sensatie van vandaag, Alfa McKennis met hun nieuwe Next Top Model. Nou, ik ben benieuwd welke mooie meid het dit keer is geworden. En mijn naam is Winston Gesten dan nog iets. En ik ben Henk Das Niks. En dit is het VKS Shownieuws. De derde dag van het vakantiespel is omgevlogen. En niet alleen omdat al die kinderen de hele dag door spelletjes doen. Nee, de spanning stijgt ten top. Want wie is het grootste talent van het vakantiespel? Nou, dit vakantiespel talententeam, dat doet natuurlijk hartstikke goed werk. Maar als je niet zo ervaren bent als ik, ja, dan kan het zijn dat je een talent heel makkelijk over het hoofd ziet. Ja, dat is natuurlijk zonde. Dus vandaar dat ik bij deze me aan wil bieden om ze te gaan helpen. Zo? Maar jij hebt toch zo'n drukke agenda? Ja, moet je kijken. Ik vind het zo zonde als er een talent is en die wordt niet ontdekt. Ja, dat is gewoon een zonde van zo'n jongen of meid. Dus vandaar dat ik dat graag toch wil doen. Oké, nou VKS talententeam, die staat, hè? Ik ben benieuwd hoe ze hierop zullen reageren. Maar zo direct zullen we hier nog even over doorgaan. Want we hebben, als het goed is, straks contact met Mark Vrij, de voorzitter van het vakantiespel. Maar eerst doen we een spelletje. Wat leuk met Annabel. Ja, bel Annabel. Nee, echt Natas. Ik heb dus altijd gedacht dat dat een man was. Ja, jij zegt nu dat het een vrouw was, maar het vrijheidsbeeld was toch echt een man bij mij, hoor. Ja, echt. Ik weet het niet. Hey. Hallo en welkom bij Bel Annabel. Ik ben Annabel natuurlijk. Ja, ik was het even vergeten, maar ik vind het ook allemaal zo spannend. Want ik heb een nieuwe vraag voor jullie. Luistert, met welk gerecht won Eddie Topsje? Is dat A, een valige rosti, B, een kalige rosti of C, een zalige tosti? Ja, maar mensen, luister nou, zo zalig was die toch helemaal niet? Nee, ik zeg niks voor, weten die mensen toch niet? Dus, is het A, B of C? Bel met 0123-4567. Ah, en we hebben een bellen. Spannend, spannend. Bel Annabel met Annabel. Nee, Natas, ik bel je zo terug. Nee, ik hing niet in de top. Je bent weggevallen. Ja, ik weet hoe duur het is om te bellen vanuit New York, dus ik bel je zo met dit nummer terug. Toedeloo! Dus, weet u het? Dat is van mij. Straks even bij de baas komen. Gaat over hoge telefoonrekening. Nou, dat doen we straks wel even. Dus mensen, weet je het antwoord? Is het A, een valige rosti, B, een kalige rosti of C, wat? Nee, niet alweer. Ik denk dat er geen mensen zitten kijken naar dit programma. Ik sta echt wortels te schieten, maar het is alweer afgelopen, mensen. Nou ja, ik zeg terug naar de studio, want ik weet het allemaal niet meer. Jongens, die tosti was toch helemaal niet zo zalig? Nou ja, zeg, die tosti, die was zalig. Ja, nou ja, Annabel, wie weet, morgen voor jou beller, wie weet. We gaan nu eerst over naar Alphen's Next Topmodel. Want de finale daarvan is geweest. En wat schetste onze verbazing? Ja, ja, onze eigen Ed, hij was de winnaar. Nou, we kijken even naar de beelden. Thank you.
vakantiespel talententeam is vandaag wederom op zoek gegaan naar het talent van 2011. Maar de vraag is, lukt het een beetje? En daarvoor bellen we op dit moment met Mark Vrij, de voorzitter van het vakantiespel. Mark, ben je daar? Hallo, met de assistenten van Mark Vrij. Wij waren eigenlijk op zoek naar Mark Vrij zelf. Die kan nu niet eenmaal aan de telefoon komen, want hij, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar hij is zelf auditie aan het doen. Oh, gaat het een beetje goed? Ieder zo zijn talent. Ik denk dat hij maar gewoon voorzitter van het vakantiespel moet blijven. Oké, dat is duidelijk, maar bent u dan wel onder de indruk van al die andere talenten? Zo. Ja, ik heb wel een vermoeden hoor. En zit het al vol ook? Nee, nog niet, maar dat begint wel te komen. Want wie wil er nou niet beroemd zijn en in de spotlight staan? Even geld verdienen. Oké, hartstikke mooi. Bedankt voor deze update. En ja, ontzettend veel succes daar, mevrouw de assistente van Mark Vrij. Ja hoor, dat gaat wel lukken. Oké, dag. Nou, dat was het dan weer voor vandaag. Wat gaan we morgen doen, Henk? Ja, morgen natuurlijk weer het laatste nieuws van het vakantiespel. En gaan we kijken naar hoe het af gaat lopen bij de Voice of Alphen. Nou, dat lijkt me hartstikke spannend. Maar we gaan eerst slapen, daarna gezond weer op. En dit was het VKS Shownieuws. Tot morgen!